grappen in het maken. Drie kleine shout-outs te doen. Vlogt echt in een gezin met pubers. Je geeft filmtips. En ja, hoe kunnen we dus die massa daarin bereiken? Dat jullie met ons mee deze reis willen gaan maken. En... een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Ik ben Daniel, daar is mijn lieve vrouw Farah en mijn zoon Luan en Lucilla Bellinga. In deze nieuwe vlog. Ja, goed zo. We hebben heerlijk geslapen, Luan. Heb je ook gedroomd over de 10.000 abonnees? Ja, papa zag net een bedankfilmpje. Pop, goed zo. Nou, Luan en ik zijn even lekker aan het knutselen. Wat zijn we aan het doen, Lu? Mama. Wat ben je aan het maken? Oh, dat is Pop. Ja, mama, hier is zo mooi. Mama, hier is zo mooi. GoPro. We filmen elkaar. Ik ga naar de sportschool. Mama. 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 Ja. Hier is zo mooi. Oh. Terwijl de kinderen even lekker aan het tekenen zijn, we gaan straks naar een verjaardag van een vriendin, dus daar zijn ze een tekening voor aan het maken, wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om drie kleine shout-outs te doen naar drie van jullie. En de eerste is natuurlijk onze lieve Manon, want Manon heeft een video gemaakt omdat wij 10.000 abonnees hebben gehaald. Jullie hier tegen zichzelf aan praten. En die video wil ik heel erg graag met jullie delen, dus ik ga hem even aan jullie laten zien. Mooi hè? Ze filmt je over ons. Met je handje aan. Ja. Wie is dat? Priscilla. Ben jij je? En Luan, een wijsje. Oh, mooi. Oh, wat leuk. Wauw, mooi hè? Superleuk, Lu. Ja. Bedankt voor alle leuke video's. Dank je. Ja, dank jullie wel. Elke dag een nieuwe vlog. Bedankt voor het.
kijken. Oh, wat superleuk. Tot de volgende keer. Leuk, hè? Daniel. Luan. Lucilla. Ah. En nou van Frankrijk. Ja, Manon heeft deze video gemaakt. Echt waar? Ja, echt waar. Van ons. Heeft mama niet gemaakt. Nee? Nee. Heeft Manon gemaakt. Manon? Heeft echt Manon gemaakt? Heeft echt Manon gemaakt. Gek. Nee, ik heb een Manon. Wauw. Applaus. Goed zo. Vond je het ook mooi? Vond je het ook mooi? Mooi filmpje. Ja. En nu ik toch bezig ben op de computer en ik wat shout-outs wil doen, wil ik ook nog een shout-out doen naar een nieuw YouTube kanaal die ik voor kort ook heb ontdekt. Omdat diegene reacties achterlaat onder onze video's. En dat ben jij, Janneke. Janneke heeft een superleuk YouTube kanaal, ook als vlogger al in een gezin. Alleen haar kinderen zijn al een stuk ouder, want ze zijn echt tieners. Woep, kom eens hier. Waar wil je heen met die stift? Waar wil je heen met die stift? Oh, ik zie alweer van alles op je shirtje. Gelukkig kan ik het eruit wassen. Nou ja. En zij is net begonnen met vloggen. En ik heb ook heel leuk contact met haar via Facebook. En zij vlogt echt in een gezin met pubers. En dat is natuurlijk weer heel anders dan deze kleintjes. En aangezien wij ook als gezin vloggen en ik gewoon zo erg voel en weet dat gezinsvloggen ook echt heel erg coming up is, zeg maar. Wil ik ook wel, af en toe vind ik het leuk om ook een shout-out te doen naar andere gezinsvloggers. Om hun ook even weer iets meer bekendheid te geven. Vooral als je net begint, want ik weet hoe zwaar het in het begin af en toe kan zijn. Dat je leuke video's maakt en je misschien niet al te veel views krijgt, terwijl je wel hele leuke video's maakt. En mensen moeten toch weten dat jij bestaat. Dus daarom wil ik echt even een hele grote shout-out doen naar dit YouTube kanaal. Huisje Weltevree. Ik zet natuurlijk de link hier natuurlijk onder. Als je het leuk vindt om gezinvloggers te volgen en Nederlandse gezinsvloggers sowieso, is er nog niet heel erg veel in Nederland. Kijk dan echt eventjes op haar YouTube kanaal. Ik weet het, ze heeft nog niet heel veel abonnees, ze is net begonnen. Maar ze maakt wel superleuke vlogs over haar gezin met haar pubers. En het is super super leuk. Oh, stop erop. Dus ik wil jullie even een kijkje geven op mijn beeldscherm, zodat je een beeld krijgt van haar YouTube kanaal. Dit is haar YouTube kanaal. Het is dus Huisje Weltevree, zo heet het. En hier zie je al haar video's, al haar vlogs. Met haar, in haar gezin, met haar kinderen. Heeft pubers. En dat is gewoon super, super leuk om ook een ander soort vlogs te zien van ja, een gezin dat eigenlijk al in wat stadiums verder is dan wij. Met iets oudere kinderen. Wat jammer. En Steven is er nog niet. Wanneer wel? Ligt nog te slapen waarschijnlijk. En wakker gelet. Je mag het zijn. Ja, kijk, dit is dan het slagveld wat er van mij wordt achtergelaten. Ja, ik wil van Bella vragen of ze al wat te eten heeft gehad. En dan wil ik nog een shout-out doen naar de derde in deze video. Dat is Theo de Klein. Ja, Theo. Ook een shout-out naar jou. Want ik had gezien dat je inderdaad bij ons 10.000 abonnees bedankt video ook had gereageerd. Wat goed. Want jij volgt ons echt al heel lang. Want ik kan me nog herinneren dat ik de video opnam van 100 abonnees. Dat was de eerste video waaronder jij een reactie plaatste. En zo ben ik ook achter jouw YouTube kanaal gekomen. En jouw YouTube kanaal geeft hele goede tips over hoe jij jezelf kan verbeteren op YouTube. En je geeft filmtips en dat soort dingen. Daar heb ik in het begin echt heel veel aan gehad. Dus als jij nou kijkt en je denkt van hey, ik wil ook een YouTube kanaal beginnen. Of je hebt een YouTube kanaal en je wilt goede tips en zo. Hoe je het beste kan filmen en dat soort dingen. Kijk dan zeker even op het YouTube kanaal van Theo de Klein. Want hij heeft super handige video's om je te helpen bij videomarketing. Video, ja, vloggen eigenlijk. Dus ik wil je even een kijkje geven op mijn beeld. Scherm naar zijn YouTube kanaal. Nou, dit is het YouTube kanaal van Theo de Klein. Dat is Theo. En hij geeft hier allemaal tips voor videomarketing. Hoe wijzig je een YouTube naam. Dit is ook een heel erg leuk kanaal om naar te kijken als je wat met YouTube doet. Alle links van deze drie shoutouts van Manon, van Huisje Weltevree, van Janneke en van Theo de Klein, die zet ik even in de beschrijving onder deze video. Dus als je het leuk vindt om te kijken, kijk zeker even en abonneer natuurlijk ook altijd even. Dat is altijd leuk. Nou, terwijl de kinderen even daar aan het spelen zijn. Ik weet niet of je het kan zien. Dag, ga maar even dag.
En Daniel is naar de sportschool. Ben ik weer heel eventjes hier aan het werk. Want we gaan van de week een nieuwe YouTube trailer opnemen. Twee nieuwe YouTube trailers opnemen. Bij ons nieuwe mediabedrijf Online in Amsterdam. En daar gaan we jullie ook mee naartoe nemen. Dat wordt echt super, super leuk. Ik vind het wel heel erg spannend. Oh, ik vind het wel heel spannend. Ja, want er gaan echt hele leuke, spannende dingen gebeuren op ons YouTube kanaal. En ik bereid jullie al in deze komende vlogs die alle meisjes zijn geweest en niet gaat komen, bereid jullie er een beetje op voor dat er wel dingen gaan veranderen op Slank en Fit TV. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er slapeloze nachten van gehad. Omdat het gewoon heel eng is als je iets verandert wat in principe goed is. En wat je al 3 jaar doet zelf. Maar Daniel en ik zijn er wel echt over eens. Wij hebben een heel groot doel gezet. En we willen heel graag het grootste YouTube kanaal wat gezinsvloggen betreft worden in Nederland. Dat is ons doel. Dus de grootste gezinsvloggers van Nederland. Die willen we graag worden. En daar willen we natuurlijk keihard aan werken. Maar om dat dus te bereiken is het wel heel erg belangrijk dat je gaat kijken. Oké, hoe kunnen we dus het grootste kanaal van gezinnen worden? Hoe kunnen we daar, ja, hoe kunnen we dus die massa daarin bereiken? En wat we de afgelopen 3 jaar vooral hebben gedaan, is vooral gericht op het. Het begon natuurlijk met afvallen, de allereerste video's. En langzamerhand werd het voor ons duidelijk dat vloggen, wat überhaupt wat vloggen was, en dat vloggen, de weekvlog, steeds beter werden bekeken. En nu zijn we al bijna 1 jaar dagelijks aan het vloggen. En dat mensen dat eigenlijk veel leuker vinden dan alleen maar afvallen dingen of gezond leven dingen. En proberen we het afvallen in de vlogs ook te verwerken. Waardoor je dus krijgt dat heel veel dat mensen die kijken echt ook specifiek het leuk vinden om met afvallen bezig te zijn. En met gezond leven bezig te zijn. Terwijl dat niet de massa in Nederland is, zeg maar. Dus om ons echt te richten op alle gezinnen. Of je nou wel of niet gezond wilt leven. Of dat je nou wel of niet bewust bezig bent met gezond leven. Tuurlijk, het blijft van ons een passie. Dus het blijft in onze vlogs. Ik wil dat echt heel duidelijk wel vertellen. Het is niet zo dat we nooit meer iets van gezond leven laten zien. Want dat is iets wat in mijn dagelijks leven zit. Dus dat zul je echt zien in vlogs. Ik laat zien wat ik eet. Ik laat zien wat we meenemen als we ergens heen gaan. Dat vind ik ook gewoon super leuk. Maar ik heb het met name over alle andere video's en bonusvideo's, zoals de kookdingen, de recepten die erin zaten, het vele sporten wat we ook als bonusvideo's nog er wel bij hebben. Dat we dat willen gaan losplukken van ons gezinsvlogs. Dus dat de vloggen gaat meer echt worden over het gezin en over hoe wij de dingen doen en hoe we met de kinderen overal heen gaan, hoe het huis hier weer op de kop staat wat jullie net hebben gezien, hoe we aan tafel zitten te eten, gewoon allerlei dingen, dat Leon straks naar de basisschool gaat en al die andere dingen. Echt het gezin, dat willen we apart gaan doen van echt het gezond. Dus dat ik tips geef over hoe je gezond kan eten, de boodschappen shoplogs, Daniel sporten. Dat willen we dus op een ander YouTube kanaal gaan zetten. Een nieuw YouTube kanaal. Slank en Fit TV 2.0 waarschijnlijk. En omdat dus, om op die manier dus onze familievlogs meer te laten groeien. Dat ook mensen die graag met een zak chips op de bank zitten ook leuk onze vlogs kunnen kijken zonder dat ze zich aangesproken voelen dat wij alleen maar fruit op de bank zitten eten. We hebben ook wel een zak chips op de bank, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Dus ik ben nu een tekst aan het typen voor onze nieuwe YouTube trailer, onze gezinsvlog, YouTube kanaal en ons nieuwe Slank en Fit TV 2.0 YouTube kanaal. En dat gaan we straks, of gaan we woensdag gaan we dat opnemen. Het is vandaag trouwens 20 juni. Juni, maandag. Dus over 2 dagen gaan we dus naar Amsterdam toe met de kinderen. Daar gaan we ook een fotoshoot krijgen. Ook een nieuwe header, een nieuw logo. Eigenlijk alles wordt helemaal nieuw gemaakt. En dat vinden we best wel spannend, maar ook heel erg leuk. En we willen jullie daarin meenemen. Omdat jullie natuurlijk ook een onderdeel zijn van ons, van ons YouTube kanaal. Willen we jullie ook meenemen in dat proces dat niet van 1 op de andere dag alles verandert. Maar dat jullie in dat hele proces hebben meegemaakt en kunnen zien hoe het allemaal is ontstaan en hoe het dan is. En natuurlijk, alle tips zijn ook welkom. En ik begrijp trouwens wel dat misschien sommige mensen hebben van, oh, wat jammer of zo. Dat misschien de vele recepten door de vlogs heen minder worden. En ik begrijp dat mensen dat misschien ook wel jammer vinden. Maar ik hoop ook dat jullie begrijpen dat we heel graag nog meer willen groeien. Dat we echt we groeien prima, maar we willen gewoon nog meer mensen kunnen bereiken om te inspireren, te motiveren, zich beter te voelen. Weet je wel, we hebben gewoon echt het gevoel dat we zoveel de wereld te bieden hebben. En dat kun je alleen maar doen door te groeien.
En daardoor willen we heel graag deze keuze wel maken. Ondanks dat je bijvoorbeeld het gezond leven wel leuk vindt. Dan kan je gewoon abonneren op 2 kanalen. In plaats van alleen op het ene kanaal. Dus je kunt alsnog gewoon het gezond leven volgen. Alleen dan moet je even abonneren op een ander kanaal. Dus ja, zo willen we dat splitten. En ik hoop niet dat jullie vinden dat ik nu te veel heb gepraat. Ik zal weer een beetje knippen hierin. En ik ga nu snel hiermee verder. Daniel die is nog steeds aan het sporten. Als hij straks terug is, gaan we even naar de stad. Ik wil nog even wat shoppen voor de kinderen, voor kleren. En dan gaan we naar een verjaardag van een vriendin van ons. Dus leuk dat je erbij bent. En ik hoop dat jullie met ons mee deze reis willen gaan maken. En dat jullie met ons mee ons doel willen gaan verwezenlijken. Je ziet natuurlijk in Amerika al heel veel gezinsvloggers. Wij hebben één heel groot voorbeeld. Dat zijn de Shaitars. Dat heb ik ook al vaker in vlogs gezet. Ik zal even de linkje onder zetten. Dat is een gezin met 5 kids die vloggen. Dat vinden wij heel erg leuk om te kijken. En we willen ook heel graag dat bieden aan de Nederlandse kijkers. Maar dan gewoon in een Nederlands gezin. In het regenachtige Nederland op dit moment. Dan heb je ook iets meer herkenning dan als je naar Amerikaanse gezinnen zit te kijken. Wat overigens ook wel heel erg leuk is hoor. Maar goed, Nederland is natuurlijk ook heel erg leuk en het staat iets dichterbij. Dus ik hoop dat jullie het wel leuk vonden en dat jullie ons weer gaan supporten in deze reis. Want Daniel en ik vinden het ook super spannend. Maar we zijn heel erg blij dat jullie in ieder geval bij ons zijn. En dat we zoveel lieve reacties en aanmoedigingen krijgen. En dat is ook echt hetgene wat ons maakt dat wij deze dromen en doelen krijgen. Omdat we zoveel goede en fijne feedback krijgen. Dus dank je wel jullie daarvoor. Want we waarderen jullie zo. We hebben ook echt het gevoel dat we echt jullie kennen. Dat is ook wel gek. We hebben zoveel interactie onder de video. Ik heb het op Facebook ook al gezegd. Jullie voelen echt als een YouTube-familie voor ons. Omdat we natuurlijk iedere dag ons leven met jullie delen. En jullie reacties met ons delen. Voelt het echt alsof we jullie heel goed kennen. Dus ik ben gewoon heel erg dankbaar voor jullie als trouwe volgers. Dus hopelijk gaan er nog veel meer lieve volgers en trouwe kijkers komen. Dus ik ga weer even snel verder met mijn scriptje schrijven. Ja, en met deze sluiten we de vlog wel af voor deze vlog. Wil je weten wat we nog meer gaan doen vandaag? Kijk dan straks ook weer om 12 uur komt de deel B online. Omdat we in deze vlog al best wel veel hebben verteld, is het een hele erg lange vlog als we hier nog door gaan vloggen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe natuurlijk even de duimpjes omhoog. Laat even je leuke reactie achter. En vergeet niet te abonneren. En we zien je straks weer in vlog B. Doeg! Dag maar, dag Lian. Oh. Hou je zo aan? Nee, dat is nog aan. Zeg maar dag. Dag.